Er ging veel goed tegen Polen, maar op één punt is er volgens mij nog wel ruimte voor verbetering. Xavi Simons. Nee, dit. Maar dit is toch Xavi Simons? Nee, ik bedoel het lied dat ze zingen, het Wilhelmus. Daarmee ga je gewoon niet lekker een wedstrijd in. Hè? Het is een beetje zeurderig, het is traag. Nee joh, het is gedragen, het is stemmig, dat is juist prachtig. Gedragen? Ja. Ons volkslied begint precies hetzelfde als Ziegins komt de stoomboot. Ziegins komt Wilhelmus, hoor je? Ja, dat is wel raar inderdaad. Ja. Maar ik vind Ziegins komt de stoomboot dus ook een heel mooi lied. Okay. Ja, dat gevoel van we mogen weer en er is weer van alles mogelijk. Ja. Dat is toch, Wilhelmus, het is ook het oudste volkslied ter wereld, hè? Het is een melodie uit 1568. Dat is toch mooi? Oh ja, want het oudste broodje is ook altijd het lekkerst. Nou ja, uiteindelijk wel. Want wat je vaak ziet is dat daar dan de tosti van gemaakt wordt. Nee, onzin. Wij hebben gewoon het slechtste volkslied van heel Europa. Ik zal het laten zien. Kijk, een goed volkslied, dat gaat over identiteit. Diederik, eens? Ja. Nou, eens. Het is een symbool van je land. Hè? Aan het volkslied zie je waar een land voor staat. Kijk bijvoorbeeld naar Italië. Broederschap, passie. Ze zijn bereid te sterven voor hun land. Dit wil je. Ja, maar goed, dat zijn ook de Italianen. Hè? Dat is ook het land van Panenka en Brinta. En... Ja, tuurlijk. Maar ook de Fransen, joh. De Marseillaise. Het hele stadion brult mee. De wapenburgers. En dan zitten wij met de koning van Hispanje heb ik altijd onvervroemd of zo. Ja, echt. Ja. Elk land heeft een lekkerder volkslied dan wij. Hier, Portugal. Ja, dit is heerlijk. Hiermee win je voetbalwedstrijden. Ja, ik vind het Slovaakse volkslied ook altijd heel fijn. Het Slovaakse volkslied? Ja. Kennen jullie dat niet? Nee, dat heb ik even niet paraat. Nou, misschien kunnen we een stukje luisteren. Hebben we dat? Volkslied van Slowakije? Ja, volkslied van Slowakije. Slowakia doet, Slowakia zegt. La vida patria, Slowakia doet. Slowakia doet. Ja, dat is mooi toch? Ja, maar dat is geweldig. Waarom ken ik dit niet? Maar dit is de tune van Rad van Fortuin. Het is een beetje die sfeer inderdaad. Ja. Nee, dit is gewoon het Rad van Fortuin. En ik hoorde ook jouw stem. Dit heb je gewoon zelf gemaakt. Ja. Oké. Maar waarom? Ja, eigenlijk ook een beetje vanuit de gedachte dat het heel leuk zou zijn natuurlijk... als het Slovaakse volkslied zou klinken als de tune van Rad van Fortuin. Ja, die tekst was ook niet echt Slovaaks, denk ik. Nou ja, Slovakia doel, Slovakia jam. Hè? Dus nee, het is niet echt Slovaaks inderdaad. Prima. Ik wil even terug naar het Wilhelmus. Ja, dat begint dus traag en op zich is dat niet erg. Maar dan moet het wel naar iets opbouwen, naar een opzwepend middenstuk. Maar bij het Wilhelmus gaat het zo. Ja, dit lijkt wel een begrafenis op een crematie en daar dan de herdenking van. Ja? Het is gewoon zo idioot. Hè? Over elk detail wordt nagedacht. De opstelling, de shirtjes, de voeding. Hoeveel seconden voor het eindsignaal Wout Weghorst erin komt. Alles. Maar ons volkslied, dat laten we gewoon maar een beetje gebeuren. Terwijl andere landen, die nemen het wel serieus. Hè? Weet je wie het volkslied van Duitsland heeft gecomponeerd? Oh god, serieus? Hitler? Wat? Nee, Haydn. Okay. Volkslied van Oostenrijk, Mozart. Dat zijn zo'n beetje de twee beste componisten ooit. Ja, oké. Maar twee dingen. Eén, je vergeet Paul de Munnik. En twee, het Wilhelmus werkt wel. Want in 88 zijn we er Europees kampioen mee geworden. Ja, klopt. In 88 werden we kampioen. Maar dat was niet dankzij het Wilhelmus. Hier, dit was het volkslied bij de finale. Wat valt jullie op? Ze zingen niet mee. Nee, niemand zingt mee. Van Basten niet, die had het niet geleerd, niet voorbereid. Vaneburg niet, Wouters niet. Nou, Rijkaard staat gewoon een beetje kauwgom te kauwen. Het Wilhelmus werkt gewoon niet. Oké, Tex, het werkt niet, maar wat wil je er dan aan doen? Nou, let op, dat kan ik wel even laten zien. Wat wij kunnen doen is...
aanpassen. Ah. Ja, dat kan gewoon. Dat is helemaal niet verboden. Andere landen doen het ook. Duitsland bijvoorbeeld. Die zongen vroeger Deutschland über alles. Nou, toen kwam de 20e eeuw, oorlogen, holocaust, ich wie mi du. Nou, toen zijn ze toch maar een ander couplet gaan zingen. Engeland, zelfde verhaal. Die hebben laatst nog een hele volkslied aangepast. God Save the Queen was het altijd. Nou, dat was kennelijk weer te woke of zo. Dus toen hebben ze daar God Save the King van gemaakt. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, enige troost is dat Elisabeth het niet meer heeft hoeven meemaken. Nee, maar, nee, inderdaad. Maar het kan dus gewoon, hè, het volkslied aanpassen. Dus ik dacht, ik doe alvast een kleine poging voor wat meer pit voor een wedstrijd. Dan zou je zoiets krijgen. Ja, kijk. Nederland olé, Nederland olé, het Nederlands elftal. We zijn weer op tv. Ja, lekker, lekker. Maar en wat wordt dan de melodie? Ja, daar heb ik geen verstand van. Gewoon iets lekkers, iets wat je mee kan zingen. Ja. Volgens mij kan dit op de melodie van... Ja, heb je iets? Ik denk het wel. Regie, kunnen jullie volkslied audio.mp3 instarten? Dat zit in het mapje Geluidjes Diederik. Oké, zet maar in. Ik zing maar mee. Nederland olé, Nederland olé. Het Nederlands elftal, we zijn weer op tv. Nederland olé, Nederland olé. Voor altijd oranje en nooit meer 4-4-2. Ja, ik zit wel. Ja, ja. Ik zit wel te denken. Wat? Nou ja, in een voetbalstadion gaat dit zeker werken. Maar als je dit gaat zingen bijvoorbeeld bij de dodenherdenking. Ah ja, shit. Want, ja. Even kijken hoor. We zijn weer op tv, dat klopt dan in principe. Ja. En nooit meer, ja, dat klopt ook. Maar nooit meer 4-4-2. Dat is raar. Ja, ik weet niet of dat nou de belangrijkste les is die we uit die periode moeten trekken. Nee. Nee, maar dat is het fijne van een nieuw volkslied. Hè? Je kunt zoveel coupletten maken als je wilt. En dan kies je gewoon per evenement welke je zingt. Hè? Dus eentje voor voetbal. Maar ik heb er ook eentje gemaakt voor schaatsen. Hè? Schaatsen in zo'n pak. Oh, wat zit dat strak. Pas op voor dat blokje en fuck, daar is een bak. 28 hoog, 31 laag. Gewonnen met schaatsen. Wat schaatsen wij toch graag? Ja, mooi. Ja, maar ook eentje voor handelsmissies in het buitenland. Nederlands belang, Nederlandse waar. Kijk, hier is de koning, dus koop die troep nou maar. Nederlandse waar, Nederlands belang. Van ASML tot zo'n ding voor in de gang. Ja, ja, lekker. Maar wat is dan zo'n ding voor in de gang? Nou ja, gewoon een ding voor in de gang. Ja, zo'n lied moet 500 jaar mee, hè? Dus je wilt niet te specifiek maken. Nee, tuurlijk. Nee. Ja. Nee. En op 4 mei kies je dan bijvoorbeeld deze. Nederland leeft mee, want dat is dan passend. Ja, maar wacht, is het dan allemaal nog steeds met diezelfde melodie? Ja, lijkt mij wel. Oké, maar wacht even, tekst. Dan staan we dus op de Dam, 4 mei, doodstil. En dan na 2 minuten horen we dit. Nederland leeft mee. Nederland leeft mee, die rottige oorlog gewoon weg niet oké. Nederland leeft mee, Nederland leeft mee. Dan nu het gedichtje van Loes uit HAVO 2. Ja, ja. Het kan eigenlijk prima. Ik hoop dat ze luisteren. Ja, want wie gaat er eigenlijk over het volkslied? Weten we dat? Oh ja. Nee. Ik neem aan gewoon Cornald Maas. Oh ja. Ja. Dus Cornald, laten we dit proberen. Doei. Kun je maar geen genoeg krijgen van Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda? Koop dan de DVD-box van Sex and the City. Maar vond je dit een leuk filmpje? Abonneer je dan op ons kanaal. Zit jij nou meteen te abonneren, Tex? Nee, ik ben een DVD-box aan het kopen van Sex and the City. Oh, heel goed. Ja. Ja, top.